Volgens het CBS lag in het mbo de voortijdige schooluitval tussen de schooljaren 2014-2015 en 2015-2016 op 5,4%. In het schooljaar 2013-2014 had de Rode Pannen het minst voortijdige uitvallers in Tilburg met een percentage van slechts 3,2%. De voornaamste oorzaak van vroegtijdige schooluitval is dat de leerling toch achterkomt tijdens zijn schoolcarrière dat hij de verkeerde keuze gemaakt heeft. Je kiest niet altijd direct de studie die je ook uiteindelijk wil afmaken. Dus op het moment dat we zien dat jongeren daarover twijfelen, hebben we nu een aanpak. Nou, wat wij bijvoorbeeld heel erg belangrijk vinden is dat we een mix hebben tussen praktijk, theorie, projecten en natuurlijk stage. En dat maakt natuurlijk voor de leerling wel interessant, die afwisseling. En de lessen natuurlijk ook. Op het moment dat hij twijfelt bijvoorbeeld over zijn studie, om er dan voor te zorgen dat er een gesprek plaats kan vinden. En dat de jongere zelf ook begeleid wordt in zijn eigen studiekeuze, maar dat hij ook begeleid wordt tijdens zijn schoolcarrière. Als ze echt niet willen, dan wordt dat natuurlijk heel erg lastig. En dan zullen wij kunnen dan ook daar geen rol in spelen. Maar dan zal met name ook de gemeente en de maatschappij daar een rol in spelen. Kijk, er zijn geen opleidingen. Volgens mij hebben we af en toe zelfs misschien wel te veel opleidingen, te veel varianten, dat de leerling op een gegeven moment het ei door de bomen het bos niet meer ziet. Maar de meeste leerlingen, want daar moeten we onszelf wel op focussen, 80, 90, 95% van de leerlingen weet gewoon wat ze willen. En soms valt het tegen en de thuissituatie en alle omstandigheden spelen daar natuurlijk ook een rol in. Helaas. Maar dit is wel zo. Uiteindelijk wil je natuurlijk de kansen voor jezelf creëren om een baan te krijgen waarmee je de rest van je leven ook in je eigen levensonderhoud kan voorzien. En dat diploma, en dat weten we echt, en dat geldt voor het hele land, dan is dat diploma daar een belangrijk onderdeel in. Hoe spelen jullie dan in op emotionele situaties, bijvoorbeeld thuis of buiten school? Elke leerling heeft een mentor en dat is een heel belangrijke rol die we hebben binnen onze school. Die heeft ook contact met de ouders, want wij doen het met de leerling, maar ook met de ouders. En in die driehoek proberen we dat met z'n drieën op te lossen. Lukt dat niet, dan hebben we ook altijd nog professionals die ons kunnen ondersteunen van buitenaf, zoals schoolmaatschappelijk werk, schoolpsycholoog. Om het echt datgene te laten plaatsvinden wat hier moet gebeuren, namelijk leren. Ik vind het eigenlijk wel heel zonde als mensen hun opleiding eigenlijk al eerder stoppen. Eigenlijk heb je een diploma toch wel nodig en in deze maatschappij volgens mij toch best wel. Ik weet zelf heel goed al wat ik wil, maar ik kan me eigenlijk wel voorstellen dat iemand, ja, als hij graag weet wat hij wilt gaan doen, dat hij daarvoor kiest om bijvoorbeeld te gaan werken. 60% heeft een baan die de vroegtijdige school verlaten. Maar de vraag is altijd, voor hoe lang hebben ze een baan? Want jongens en meisjes die de opleiding verlaten zijn 17, 18, 19. Dus relatief goedkoop voor de werkgevers. Maar op het moment dat ze 22, 23, 24 zijn, worden ze wat duurder. En dan is de vraag, en zijn ze dan nog wel interessant voor het bedrijfsleven? Ja, met hbo heb je dan dadelijk ook meer kennis opgedaan en heb je meer kans op een baan. Dus het is alleen maar gunstiger.